zuiver over de overgrond. Het is niet de eerste keer dat ik hier ben. Ik denk dat het ongeveer bijna 10 keer is onderhand bij opening. Maar ook bij onthullingen van diverse particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld, we staan hier vlak voor natuurlijk, die gigantische Oxpo shop die hier is gevestigd. Maar ook de longboard fabriek, als ik hem zo mag noemen, die hier een klein stukje die kant op is gevestigd. We zijn aanwezig geweest bij het moment dat hier de school, ik dacht Mondriaan, hier gevestigd was in een van de containers met allerlei lesprogramma's en dergelijke. Kortom, ik ben hier heel aantal keren geweest en dat is niet voor niks. Dat is omdat ik geloof in fast of fast, dit is hoe je hem uitdrukt. Het geloof te hebben dat die service gecombineerd met allerlei creativiteit, culturaliteit en energie van mensen. Gecombineerd met toch ook een soort tijdelijkheid van de plek en markering van de plek. Is heel bijzonder voor mij. En dat is hier gebeurd. Het is zo bijzonder. Dat het geloof in de Lonely Planet opgenomen is als een van de meest vreselijke plekken tussen aanhalingstekens waar je kunt overnachten in de wereld. Vreselijk met een knipoog. En dat is toch gewoon een gigantisch compliment dat mensen nadenken van hey, wat gebeurt hier? Ja, wereldwijd kunnen we even over nadenken. Wat gebeurt hier? Het is heel moois. Iets moois omdat het de energie is van mensen die elkaar kruist. En die iets dan gaan bouwen, letterlijk en figuurlijk. Waarvan je eigenlijk niet precies weet wat het is, maar het is wel. Nou, daar wou ik maar even mee samenvatten. En dat is niet voor niks dat ik er ben, omdat ik bij ben geweest toen het bedacht is. Niet door mij, maar ik zei wel gelijk, wauw, dat moeten we doen. En omdat, en ik reed hier naartoe, even over de boulevard, weet je wel, die weg erbovenlangs. En dan zie je wel, echt waar, nog steeds 4 kitesurfers met dit weer, in het donker, gewoon lekker surfen. Ja, dat is de surfscene natuurlijk in Den Haag. En dat is het gewoon wel, hè. En dat doen we met z'n allen met elkaar. Daar ben ik hartstikke trots op. En dat is dit, ja, dat VPRO Fast heeft gekozen, dat vind ik helemaal niet gek. Ik had eigenlijk anders niet verwacht. Dus dat is een compliment aan jullie allemaal. En ik vind het heel leuk dat jij een kunstwerkje voor hebt gemaakt. Ik heb niks van gezien. Ik ben heel benieuwd wat het is. Volgens mij mag ik hem samen met jou straks onthullen. En dan ga jij die zo vertellen. Volgens mij zit die zo, hè. Zullen we dat gewoon gaan doen? Dan weten we eerst wat het is. En dan horen we dan wat het is. Maar het is in ieder geval inspiratie. Hé, dankjewel. Applaus.